Hallo en welkom bij de video waarbij dat we een to-do lijst zullen maken in Node.js en JavaScript. We gaan beginnen bij uh, de Node.js-kant um, en we gaan beginnen dus met een server te maken. Um, zoals je kan zien, heb ik hier een file: server.js. Dit zal onze server zijn, onze. Backend en onze Node.js file. Alle files die we eigenlijk hierin hebben staan, hebben te maken met onze backend of met onze server. Onze frontend, um, waar onze applicatie uh, runt, staat eigenlijk in onze public map en dit zijn alle files voor onze frontend. Dus dit is gewoon een. Uh, input-fieldje momenteel waar dat we items aan kunnen toevoegen en hier gaat dus uh, een to-do-lijst onderkomen um, met verschillende items. Goed, dus dit is de frontend, dit is de backend en we gaan beginnen met onze backend. Zoals je kan zien heb ik hier al vier lijnen code staan. Um, in Node.js uh, werken we heel vaak eigenlijk met uh, Require. Um, dat, en dat wil zeggen dat we een bepaald, bepaalde functionaliteit gaan importeren. En de eerste is uh, FS en dat staat voor File system. We importeren dus um, de functionaliteit van Um, het filesysteem en het filesysteem kunnen we van alles mee doen. We hebben hier verschillende files staan en voornamelijk db.json dat gaat onze database zijn. Um en we willen daar die, die file dus gaan lezen en kunnen gaan aanpassen. Dit zijn allemaal files. We gaan hier dus onze filesystem voor nodig hebben. Dat is onze eerste lijn. Onze tweede lijn importeren we Express. Express is een Node.js uh, library die dus uh, extra functionaliteiten biedt, of eigenlijk functionaliteiten uh, vergemakkelijkt. En als we als we met uh, Node.js hetzelfde zou willen schrijven dan dat we dat met Express doen, dan gaan we dus meer code moeten schrijven. Dus Express zorgt er dus voor dat we meer en makkelijkere code gaan kunnen schrijven. En op de derde lijn initialiseren we uh, Express. Dus voor te beginnen of alle functionaliteiten uit te voeren, uh, voeren we de Express functie uit en zetten we dat gelijk aan een variabele. Hierachter gaan we eigenlijk altijd met de variabele app gaan werken omdat uh, we deze veel gaan nodig hebben, zetten we dat dus in een variabele. Uh, en aan de vierde lijn is onze port. We gaan op uh, een server starten op port 3000 en moesten we een environment file hebben, wat in dit uh, voorbeeld niet het geval is, uh, dan zou die dus uh, de port nemen dat in onze environment file staat, maar we hebben geen environment file, dus ik ga nu gewoon voor port 3000 gaan. Goed, cool. eerst en vooral, um, we hebben Express nog niet geïnstalleerd, um, dus dat gaan we eerst nog moeten doen. Anders gaat uh, er een error komen dat het uh, Express niet gaat kennen. Een server, eh, of alles wat met Node.js te maken heeft, daar rennen we in onze command prompt. Dus we gaan eerst een terminal gaan openen. In Visual Studio Code kunnen we dat hier bovenaan doen. Terminal, nieuw terminal. En dan zien we hier onderaan dat er een, een terminal is geopend waar we commandos in kunnen voeren. Ik ga uh, eerst beginnen met... Hoe kan ik nu heel basic uh, het script server.js gaan runnen hier in de command prompt? Dat doen we door Node, omdat het een Node script is, te schrijven en dan server. En dan gaan we eigenlijk het server script gaan aanroepen. Nu we zien we dat we al direct een error krijgen en de error zegt ons: Error cannot find module Express. He, dat is dus omdat we Express nog niet hebben geïnstalleerd. Als we dus. Uh, nieuwe modules of libraries uh, willen gaan installeren, dan doen we dat met npm, uh, npm install. Uh, npm moet uh, geïnstalleerd zijn, net zoals Node.js op uw computer. Uh, dus dat zal ik misschien nog eerst eventjes laten zien. Uh, je kan gewoon naar de Node.js website gaan, hier op de downloadpagina uh, heb je drie uh, een installer voor Windows of een installer voor Mac. Deze zal je eerst moeten installeren, anders zal er uh, een error komen op deze commando en dan zal die zeggen dat Node niet bestaat. Um, NPM kan je automatisch gebruiken als je Node hebt geïnstalleerd. Goed, dus um, het volgende wat we moeten doen als Node geïnstalleerd is. Um, is onze Express package gaan installeren en dat doen we met npm install of met npm i, dat is de afkorting voor install en dan de naam van de package en dat is in dit geval uh, Express. Als we op enter duwen, dan gaan we zien dat onze uh, package geïnstalleerd wordt en als we nu opnieuw uh, server gaan runnen. Dan zien we dat we geen errors krijgen. We zien ook dat het script direct stopt, omdat we hier eigenlijk nog niets in ons script hebben staan. Moest ik hier nu een console.log zetten, bijvoorbeeld? En hello world. En ik run het script opnieuw. Dan zien we dat er hello world, hello world liever in onze uh, command prompt komt te staan. Um, nu. Hier zijn we niet veel mee. We willen uiteraard dat we een actieve server gaan maken um, die API calls kan opvangen en die ook onze uh, static files kan uh, tonen. Dus uh, we gaan een server maken die zowel de static files geeft en als uh, API kan dienen. Als we een server willen maken, dat doen we door op onze app variabelen. Op Express dus een listen functie uit te voeren, waar we eerst de port aan meegeven. Ik geef hier de variabele port aan mee. En dan een functie, die uitgevoerd wordt um, wanneer dat de port aan te luisteren is. Hier kan ik dan bijvoorbeeld een log inzetten van uh, server is running on local host dubbele punt plus port. Vanaf dat ik dit lijntje of lijnen code heb geschreven, zal dus onze server continu aan het runnen zijn. Uh, we gaan niet, zoals we hier zien, uh, een script hebben dat direct wordt uitgevoerd en dan eindigt. Dus als ik hier opnieuw Node Server type uh, en ik slaag mijn script op uiteraard. Dan gaan we nu zien, oké, okay, server is running on localhost 3000. Um, en uh, er wordt hier gewacht. Hè. Dus vanaf nu is onze server aan het runnen. En als we nu uh, een soort commando gaan sturen naar onze server, dan kunnen we hier dus uh, gaan reageren daarop. En dat is dus een continu proces. Dat is ook het, uh, het doel van een server. Um, nu, we gaan nog één extra... Uh, Package gaan installeren. Omdat als ik nu hier kleine aanpassingen zou maken, dan ga ik hier heel een tijd opnieuw uh, mijn script moeten stoppen met CtrlC uh, en dan opnieuw Node Server typen. Uh, als ik hier nu oh, een, een console.log schrijf uh, en ik schrijf hier test. Voilà, server, ik doe enter. Nu is het. Om hier test te staan, maar als ik hier iets verander, bijvoorbeeld naar 1, 2, 3 en ik sla het op, gaat hij hier uiteraard niet updaten van zijn eigen. En dan moeten we het script opnieuw stop stopzetten en opnieuw runnen. En dan verandert onze code. Uh, hier is dus een, uh, een package voor, die dat automatisch doet, dat we niet elke keer ons script moeten gaan stoppen om dan opnieuw uh, onze Node server te gaan starten. En die package noemt NodeMon, dus we kunnen, we kunnen die opnieuw gaan installeren door npm i of install te typen en dan NodeMon. Um, voilà. Oké, okay, die is geïnstalleerd. En nu in plaats van Node te typen, kunnen we gewoon noodmon server typen. En dan zie je dat opnieuw ons script gewoon is gestart. Maar als ik nu bijvoorbeeld onze console dat log naar hello render, dan zie je dat er automatisch onze server opnieuw wordt heropgestart en onze code is aangepast. Dus dat is een voordeel. Dat is geen must, maar dat maakt het wel iets gemakkelijker. Goed, het eerste volgende wat ik eigenlijk wil is um, dat ik naar mijn website kan surfen via mijn server. Um, ik ga dus statische files willen sturen naar de client als um, de client naar ons uh, IP of onze server surft. We kunnen dus momenteel eh, naar localhost 3000 surfen want dat is een server dat we hebben opgestart. Dus ik kan hier naar Google gaan. Localhost 3000 intippen en dan komen we op deze pagina. Dat is dus onze website. Momenteel geeft dat gewoon een error melding: uh, met cannot get. Want er staat nergens in onze server geschreven wat hij moet doen als die naar onze, onze homepagina surft van onze, van onze server. Voor deze tutorial gaan we het eigenlijk gemakkelijk houden en we gaan. Um, onze files automatisch uh, laten laden door Express. We kunnen dat heel makkelijk gaan doen door app.use te schrijven um, en hieraan geven we de functie express um, static en in deze functie geven we de url naar waar eigenlijk onze frontend staat. En onze frontend staat eigenlijk in de map public. Dus wat gaat er gebeuren? Vanaf dat we naar onze server gaan surfen, localhost.3000, um, gaat hij kijken naar uh, deze public map. En als hij een index.html vindt, dan gaat hij die, die file uh, teruggeven. Um, als we bijvoorbeeld hier een about.html uh, inzetten en we surfen naar localhost.3000 slash about, dan zullen we naar about.html gaan surfen. Dus deze één regeltje code gaat ervoor zorgen dat alle publieke files um, toegankelijk zijn op onze server. Aan die uh, express.static geven we um, nog een URL mee. En die URL is... Um, eerst beginnen we best altijd met een nieuwe, nieuwe variabele, underscore dirname. Underscore, en daar voegen we dan onze map aan toe. Dus slash, uh, public in deze geval. Dirname is gewoon iets algemeen, uh, dat staat dus voor uh, de directory waar we dat, waar dat we momenteel uh, in zitten. Uh, en dat is de map uh, to do bij mij. En in die map zal ik uh, de map public gaan zoeken. Maar als ik nu op een server zit, dan gaat die mappenstructuur anders zijn. Uh, daarom kunnen we dat heel makkelijk doen uh, door die variabele theirName daaraan mee te geven. Dan gaat die URL altijd correct zijn. Dus als we deze opslaan en we gaan terugkijken naar onze localhost. En ik refresh onze pagina, dan zien we nu dat we op onze indexpagina zijn met onze uh, to-do-lijst. We gaan nu beginnen met uh, onze eerste URL eigenlijk te maken waar dat we data van kunnen ophalen via onze website of via onze frontend. Dus ik ga hier eigenlijk een, uh, een route schrijven. Um, en dat doen we door um, app.get of uh, app.post, afhankelijk van wat dat we willen. Maar in deze route wil ik data gaan ophalen, dus ik ga een app.get uh, functie gebruiken. De eerste parameter van deze get functie is een, uh, een URL meegeven. Dus in dit geval gaat dat, gaat dat uh, bijvoorbeeld slash... Um, Get, uh, get items We willen alle items aan onze db.json. Um, en als we naar onze server slash getitems surfen, dan roepen we dus deze functie aan. De functie moet hier rechter nog zitten, uiteraard. En dat gaat een arrow function zijn waar dat we twee parameters aan meegeven: een request en een response parameter. En dat uh, is gewoon een arrow function. Dus onze request, dat, is, uh, dat hebben we nodig als we bijvoorbeeld data meesturen met onze API. Maar dat is in dit geval nog niet nie aan de orde. Wat we wel gaan doen is een response sturen met data. Dus de data die dat we gaan terugsturen, dat is eigenlijk gewoon deze file. We gaan hier uh, items of eigenlijk deze array dat gaan we gaan terugsturen dus eerst moet ik die hier in mijn server.js file moet ik die data uit db.json gaan halen en daarvoor heb ik um, onze filesystem nodig en bij filesystem zijn er twee manieren om eigenlijk files te gaan lezen en we hebben um, ik heb hier twee uh, tablaatjes openstaan. De eerste manier is uh, file. Uh, waar staat hem hier? Read file. En de tweede, die stond hier, dacht ik. Maar de tweede is dus, wacht even erbij halen: Node.js read file sync. Het verschil tussen read file en read file sync is um, niet super groot. Het grote verschil is gewoon dat read file sync is synchronisch, um, read file is asynchronisch. Wat wil dat zeggen? Um, dit, uh, een asynchronische st stukje code, gaat... Um, stel, ik heb hier uh, filesystem.readfile. File staan als deze lijntje code wordt uitgevoerd, gaat hij niet wachten om eigenlijk het volgende lijntje code uh, uit te voeren. Deze gebeurt dus uh, asynchroon. Dat kan deze lijn code uitvoeren terwijl dat hij ook de volgende lijnen gaat uitvoeren. Nu, het lastige hieraan is als ik bijvoorbeeld hieruit uh, Informatie zou willen halen. Ik heb hier een constante: data is gelijk aan filesystem is gelijk aan read. Deze ga ik niet kunnen doen, omdat als ik hier bijvoorbeeld een log van data wil doen, data gaat nog niet bestaan. Want deze code is misschien nog bezig met uitvoeren, die is nog op zoek naar die data, terwijl tegelijkertijd de volgende lijnen al uitgevoerd kunnen worden. Dus deze kunnen we niet doen als we. Uh, met asynchronische zaken bezig zijn. Als we hier in readfile onze data willen um, gebruiken, dan gaan we dat op deze manier moeten doen eigenlijk. Um, dan gaan we een functie hebben. We hebben, dus, we hebben hier opnieuw filesystem.readfile. Hier hebben we een functie waar we een parameter data hebben. En in die functie kunnen we dan onze data gaan gebruiken. Terwijl dat hier eventueel nog code staat, Um, daarachter dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd met deze read file. Nu, we gaan voor deze tutorial niet met read file werken, uh, we gaan gewoon met read file sync gaan werken, omdat die momenteel iets uh, simpeler misschien eruit zal zien dan de asynchronische methode. Dus ik ga sync gebruiken. En we moeten daar een URL aan meegeven, en dat is gewoon onze db.json. En het resultaat daarvan wil ik in een variabele steken, data. Dus nu gaat hij de file db.json gaan lezen, en die gaat hij in de variabele data gaan steken. Dus als ik hier nu een log zou doen van data. Dan zou ik die hier moeten zien verschijnen op het moment dat er naar deze URL wordt gesurfd. Of dat deze URL wordt opgevraagd. Op het moment gebeurt dat nog niet. Als ik nu hier um, slash get items zou typen, dan gaat hij iets proberen te doen. Um, uiteraard uh, is dat niet de bedoeling om een pagina terug te geven. Dus hier gaat hij vasthangen, hè, want we hebben geen pagina getitems.html hier in onze public staan, maar we hebben wel die url en we zien ook in onze command prompt dat er hier iets gebeurt. We krijgen buffer met allemaal uh, rare cijfers. En dat is eigenlijk onze db.json. Waarom dat er nu zo raar uitziet, dat is omdat dat een JSON-file is en in JavaScript moeten we een JSON-file eerst nog gaan omvormen. En dat doen we door de JSON Parse-functie te gebruiken en daarin onze data te zetten. En als we dat doen, dan gaan we wel gewoon uh, ons object zien zoals we dat hier zien. Dus ik ga deze even opslaan. En ik ga hier opnieuw naar de URL surfen. En nu zien we exact wat dat er in db.json staat. Dus dat gaan we nodig hebben, want hier gaan allemaal items in staan die we eigenlijk willen gaan ophalen in onze app.js. Dus goed, als response wil ik dan uh, die data gaan meegeven. Uh, ik ga deze json.parse rond deze filesystem zetten, dat deze automatisch geparst wordt. Op die manier. En aan onze response kunnen we van alles meegeven. We kunnen een status meegeven, we kunnen files meegeven, we kunnen pagina's meegeven. Maar we zijn eigenlijk een soort van API aan het bouwen. Dus we gaan hier eigenlijk altijd antwoorden met JSON-objecten of JSON-achtige files. Dat gaan we meestal doen. Ofwel met een soort status enkel. Goed, ik ga even hier een pagina bijhalen de response. Ik heb hier de response pagina en de request pagina. Dat is dus waar, waar deze twee parameters voor staan. We hebben hier requests en responses. Dus uit requests kunnen we data halen dat van onze app gaat komen. En onze response gaat eigenlijk onze data zijn dat we naar onze app gaan sturen. En zoals je hier kan zien hebben we bij onze response uh, verschillende functies dat we hier allemaal kunnen gebruiken: Sends, File, Status. Uh, de meeste dat we momenteel uh, gaan gebruiken is Status en JSON. Status is bijvoorbeeld uh, een 404. Dat is als er um, iets is iets niet gevonden kan worden of niet bestaat, dan geven we vaak een 404 terug en dat, is, uh, dat kunnen we met Status doen. Um, daar gaan we momenteel, uh, denk ik. Niet op ingaan, we zullen het nog zien. We gaan nu vooral met JSON werken, want ik wil een JSON-object teruggeven. Dus ik ga hier onze response.json en dan eigenlijk ons object uh, gaan terugsturen. En je ziet hier ook van: je kunt hiervoor nog een status meegeven, bijvoorbeeld als het is mislukt, uh, dan uh, een status 500, er is iets uh, misgegaan. Um, goed, wij gaan hier response.json. JSON gebruiken en daar wil ik dan onze data variabelen aan meegeven. Dus als er nu gesurfd wordt of een API call gedaan wordt naar slash getItems op onze server, uiteraard, gaan zij de data of de informatie krijgen dat in onze database file staat. Goed, dat is onze eerste methode of onze eerste route. Onze tweede route. Gaat zijn dat we een item kunnen in onze database.json uh, gaan zetten. Um, en om deze allebei te testen, um, gaan we eerst in onze app.js verder gaan werken. Ik ga hier misschien enkel. Uh, nee, ik ga hier submit, misschien hier uh, set item van maken. Voilà. Hier gaan we Subiet aan verder werken, omdat we nu uiteraard nog geen informatie aan het sturen zijn naar onze server, is dat heel moeilijk om te gaan debuggen of te gaan testen. We zullen beginnen eerst met deze functionaliteit is, uh, te testen. Goed, in onze init-functie in onze app.js gaan we uh, onze eerste API-call doen. Um, denk ik he. load items at event listeners load items. Voilà. Um, oi. Ik heb hier ook uh, nog een tabletje op staan met een, een cheat sheet van de fetch functie. Deze twee gaan we eigenlijk nodig hebben. Dus de eerste die hebben we al sowieso gezien in de slides. Um, dat is gewoon. Heel basic, je doet een fetch call, fetch call eh, of hoe dat we dat ervoor hebben gedaan: API calls, uh, naar een bepaalde URL. En dan gaan we hier eerst uh, onze data uit uh, onze response halen, en als dat lukt, uh, dan kunnen we onze data gaan gebruiken in onze. Tweede den function. Dat is puur voor als we eigenlijk informatie gaan ophalen, dan gaan we eigenlijk deze fetch call doen. Uh, als we informatie willen versturen naar een server. Dan gaan we eigenlijk uh, deze fetch call doen. Hier zien we dat we een post gaan doen. We gaan hier informatie meegeven. Dit is wat voor soort informatie. We gaan uiteraard JSON informatie gaan uh, versturen. En uh, deze zijn eventueel nog wat parameters dat we kunnen. Meegeven. Goed. We beginnen met deze. We gaan die gewoon kopiëren. Fetch. Je kunt die website vinden um, door gewoon uh, fetch cheat sheet in te duwen. En dan komt je op deze website. Um, goed. Wij willen niet naar uh, data.json surfen. Uh, wij willen naar slash. Hè. Dus dat wil zeggen. De server waar dat we momenteel op zijn. Dus momenteel zijn we op de server localhost 3000. Dus dat zit al goed. We zijn op dezelfde server. En dan wil ik naar slash get items surfen. Dus ik kan eigenlijk gewoon zeggen: oké, okay, surf naar slash get items. Hè? Want we zitten al op localhost. En dan gaan we zien uh, als deze werkt. Deze uh, mag misschien een log error zijn met uh, voila, uh, dan zouden we normaal gezien nu een console log moeten zien van onze data in dB.json. Ja, oké. Okay. Uh, we krijgen hier onze object al ondertussen. En hier uh, kunnen we zien dat we een object hebben. En daar is een lege array met een key items. Dus ideaal, we hebben hier uh, dit file, deze file nu in onze frontend. Dus op deze moment zijn we aan het communiceren van frontend naar backend. En hebben we dus hier onze server staan, hier onze frontend. En kunnen we dus data sturen van de ene kant naar de andere kant. Ideaal. Goed, dat gaan we misschien opslaan in een variabele. Uh, bijvoorbeeld, uh, this dot, uh, items is gelijk aan een, ja, een lege variabele. We gaan zeggen, this.items. items of dat mag een, uh, dat, is een, dat is een object. Dat, ja. okay, ik kan al zeggen dat het een object is. Is gelijk aan. Data. Oké, okay. en dan. Um, ja, ik laat deze voorlopig nog even staan. Goed, nu. Vanaf dat ik eigenlijk een nieuwe item zou toevoegen. Dus als ik hier zou zeggen: IDE. En dan klik, dan wil ik hier een nieuwe item zien verschijnen. Um, momenteel gebeurt er van alles. Dat komt omdat we in een formulier zitten. Uh, we zitten in een formulier met een input uh, submit. Dus elke keer als ik hierop ga duwen, dan zal het een formulier willen versturen. Dat willen we uiteraard niet dat dat gebeurt. Hè, want we willen geen page refreshes. Dus dat willen we niet. Dus dat gaan we moeten blokkeren. En ik ga ook uh, misschien eerst beginnen uh, met. Gewoon puur in de frontend als ik hier iets invul en op add klik dat er een item in onze list komt te staan. Even kijken of ik hier iets speciaal had voorzien in mijn CSS. Um. Wow. Even niet zien. Gewoon een, een paragraaf of zo. Uh, en nog eentje. Ja, oké. Okay. Dus het moeten gewoon paragrafen zijn. En dan zien we dat we hier een mooie lijn tussen krijgen. Dus we gaan hier gewoon p-elementen toevoegen voor elk list item dat we hebben. Um, goed. Add. Um, als ik dus aan het typen ben en ik klik op... Uh, de submit button wil ik de tekst hiervan ophalen en in een list item gaan zetten. Uh, en deze knop. die heeft geen klasse. Maar het is een input met een type submit. Misschien dus kunnen we daarop gaan selecteren. Ja. Dus in mijn init ga ik dus een event handler maken. maken liever. Um, voilà. Uh, in jQuery een input met als uh, type gelijk aan submit, uh, en daarop wil ik dus een click event handler zetten, waarbij dat er een uh, functie wordt uitgevoerd, en die functie gaat zijn: we gaan de tekst van onze input nemen hier, en die heeft een ID, dat is gemakkelijk. Dus we gaan de ID item opnemen, de value daarvan, hè, we willen de waarde dat in die input staat, dus dat doen we door .vel te gebruiken. Die gaan we ophalen, en daar wil ik dus, uh, daar wil ik enerzijds Misschien toevoegen aan items of ik ga van items eigenlijk een array maken, dat is logischer. Um, dus we zouden kunnen zeggen, ik voeg de waarde toe door een push-functie te gebruiken en dan um, bijvoorbeeld const new item is gelijk aan new item. Voilà, dus onze tekst wordt in onze array van items gepusht. Goed. Um, dan wil ik al die, die items showen. Dus dat gaan we hieronder doen. Um, items... Nee, dus als ik hier eentje... Een nieuwe toevoeg, dan moeten we eigenlijk uh, de... Append item functie toevoegen of get text from input en create item. Ah, of add. Hier deze functie gaan we uh, uitvoeren. Dus, this. dot. En ik heb een event nodig. Ah, dus ik wil eigenlijk heel deze functie verplaatsen naar hier. Dus, deze gaan we wegdoen. En we gaan hier gewoon this. Oh. Add. zeggen zonder van de haakjes. Raar genoeg. Um, en dan zitten we hierin. En hierin gaan we dan zeggen oké, okay, ik heb een ik wil de value van item. Ik push dat in new items en dan wil ik dat nieuwe item gaan appenden aan onze List. Dus ik ga hier gewoon die append uitvoeren en onze nieuwe item aan meegeven. Uh, wat. Logisch is. Eigenlijk moet ik deze nog niet doen. Het is een beetje onlogisch om daar allemaal in aparte functies te schrijven. Deze is eigenlijk niet echt nodig. Misschien. Misschien kom ik daar later nog op terug. Ik ga het momenteel even zo laten. Dus oké, okay, hier haal ik de value op en ik geef de value gewoon door aan Append. Hoe? En dan gaan we hier onze items uh, push ons item. En dus ons item hebben we hier mee doorgegeven. We zijn het gewoon aan het doorgeven van functie naar functie. Deze heeft allemaal nog niet zoveel nut. Misschien gaat het subiet nog wel nut krijgen. We zullen zien. Uh, anders zou het misschien wat meer kunnen groeperen, oké. Okay, um, append item het zit nu in de lijst, en dan hebben we hier show. Um, en show dat zou een uh, dat doet een API. Ah, hier dat is de API die we nu in onze init doen, dus. Nee, we gaan hier geen API-call in zetten. Uh, we gaan hier gewoon ervoor zorgen dat al onze items die in deze array zitten in een paragraaf worden gestoken en getoond worden in list. Dus we gaan eerst list ophalen in show. Voilà, uh, de klasse list. Um, we gaan. Daar iets aan toevoegen, maar ik wil daar eigenlijk elk item van in de items array gaan toevoegen, dus ik ga hier een for each gaan plaatsen for each en ik wil hier dan this.items en deze, dan een enkel item en dan wil ik elk item in onze array gaan toevoegen aan ons een division denk ik met de klasse list. Dus we gaan daar een append op uitvoeren en ik wil een p-elementje en ik gebruik de speciale haakjes want ik ga een variabele hierin gaan printen. Een p-elementje. Dat zijn de haakjes van EggmaScript slash p. Voilà. Dus nu voegen we elke keer een p-element toe voor elke item in de variabele um, items. Goed, dus dit is dat show: dat um, voeren we uit elke keer als we een nieuw item hebben toegevoegd. Dan gaan we al onze items gaan showen, of eigenlijk één item gaan showen. We kunnen eigenlijk ook perfect deze lijn gewoon kopiëren. We moeten niet elke keer door al die items gaan. Is misschien niet logisch. Is wel logisch voor ze, bied. Um, om deze functie te hebben. Dus we gaan die sowieso nog gaan gebruiken. Goed. Maar deze zou we normaal gezien voor moeten zorgen. Als ik hier zeg. Uh, Test. Add. Oh. We hebben nog altijd onze refresh. Dus dat moeten we nog even voorkomen. Ik wil hier nog even gaan zeggen. Event. Event. Prevent. Default. Wat deze juist doet, dat zorgt ervoor dat de functie dat hij normaal doet, dus de default functie, en de default functie van een formulier is uiteraard data versturen, die gaan we preventen. Dus die gaan we niet meer doen. Dus vanaf dat ik nu eigenlijk op een knop duw in een formulier, zou dat dus niks meer mogen doen. Dat gaat geen formulier meer proberen versturen. Dat is ook niet wat ik wil. Want we gaan dat nu allemaal met JavaScript doen. En dynamisch laten gebeuren. Uh, met, onze, ja, met onze JavaScript die communiceert met onze Node.js server. Dus als ik hier um, test type add. Dan hebben we toch nog altijd een refresh. Hmm, vreemd. Um, pam, pam, pam. Ah, ik heb een idee. Wat er nu gebeurt is. Uh, we krijgen ons event mee en we zien dat we op onze input hebben geklikt. Dat ga ik niet doen. Ik ga eigenlijk zeggen als ik mijn formulier verstuur. Hè, want het is het formulier dat ik wil tegenhouden van iets te versturen. Hè, dan moet ik die event prevent default op ons. Formulier gaan gebruiken. Nu staat dat gewoon op een, op een knop, dus uh, waarschijnlijk heeft onze formulier wel een ID meegekregen. Ja, logisch. Uh, dus gaan we ons event-hander op deze formulier zetten en we gaan niet onclick, want we klikken niet elke keer op ons formulier. Dan wil ik niet elke keer iets versturen. Ik wil on-submit. En ons submit wil dus zeggen, als ik mijn formulier verstuur, in dit geval is dat als ik dus op onze submit knop van ons formulier verstuur, dan gaat onze event handler onze functie gaan uitvoeren. Dus normaal gezien nu, als ik zou zeggen, misschien nog eens even refreshen, test en dan add, dan wordt ons formulier niet verstuurd. En we krijgen hier een paragraaf, test. Ah, uh, ideaal. Dus enkel ziet die tekst er nog wat raar uit. Die zou in onze list moeten komen staan. Ik weet niet eens waar dat is gekomen. Hier van ergens Dis uh, dot append new item. Oké, okay, uh, ik, ik weet al wat er uh, aan de hand is. Uh, Dis in dit geval gaat denk ik verwijzen naar. Uh, naar ons formulier in plaats van naar onze klasse. Uh, we zullen eens testen. Dus we hebben inderdaad ons formulier hier in plaats van onze klasse. Uh, wat lastig is. Want we hebben, hier, uh, we hebben hier uiteraard geen arrow function gebruikt. Um, we zouden, er zijn nog andere manieren om dit hier mee te uh, veranderen met jQuery. Uh, maar daar ga ik nu niet dieper op ingaan. Ik kan hier gewoon even een, een arrow function van maken. Uh, en dat gaat normaal gezien ons probleem ook oplossen. Um, dus hier gaan we normaal nu zien um, dat als ik dit refresh, AAA, dat ik nu onze klasse list, of nee, list krijg. Alleszins, um, wacht, hè, uh, lijn 34. Ja, onze klasse list. Goed, dus dat zou wel moeten werken. Hè. Hier gaan we nu dis.append. We hebben hier append. Append is ook gewoon een jQuery function. Dus ermee dat dat wel onze tekst toevoegde aan ons formulier. We hebben um, hier nog een error op lijn 41. Ik zeg hier dat uiteraard items een array is. Uh, maar hier in onze fetch-functie zeg ik dat items gelijk aan data is. Maar onze data is, dat is een object. Um, zoals we kunnen zien, hè, dat is hier een object. En items is een array. Dus we gaan hier eigenlijk achter onze data nog data.items zetten. Zodat het zeker een array is. Want anders kunnen we hier uh, geen push gaan uitvoeren. We kunnen geen push op een object uitvoeren. Enkel op een array. Dus dat was even. Um, deze foutje nog. Hoe? En normaal gezien als we nu een item toevoegen, dan zien we um, dat hier een item aan wordt toegevoegd. Dus test. En dan hebben we test. Op lijn 71 uh, we hebben we hier nog een error. Maar dat is niet ons script, denk ik. Tum, 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 tum. Ja, we zien het gebied wel waar dat hier nog vandaan komt. Um, goed, oké. Okay. We kunnen items toevoegen in onze, in onze applicatie, in onze frontend. Um, maar nu moeten we dat uiteraard nog opslaan. Hè? Want als ik hier ga refreshen, dan wil ik niet uiteraard dat elke keer mijn to-do-lijstje weg is. Dat is niet de bedoeling. We gaan dus opnieuw onze items moeten gaan saven. Dus elke keer als we hier dus een nieuwe item toevoegen, dan gaan we die ook gaan save. Dus ik kan hier ook this That, uh, krijgt die ook een item mee save ja oké okay, dus this That, save en dan ook nieuw item hier gaan meegeven Voilà. en dan kunnen we onze post gaan doen. Dus deze functie uh, die heb ik dus gewoon hiervan. en dat is eigenlijk gewoon een combinatie van deze stuk met um, hier dit geplakt. Ik heb hier rechter nog een den, den en catch. Uh, dat gaan we eigenlijk toch niet echt gebruiken, maar uh, misschien wel. We zien nog wel. Goed, dus ik heb hier een fetch. We gaan er een URL aan meegeven. Slash um, set items. Dus set items geven we hier aan mee. Um, en dan de data dat gaat de data zijn van onze applicatie um, van on, al onze items dus dat moet uh, of nee, we kunnen zeggen we slaan één nieuw item op dat is misschien makkelijker he, dat is dit item um, en dat geven we hier mee dus he, we geven item mee aan onze fetch call he, dus we gaan even onze code overlopen Echt, dus we hebben hier bovenaan Beginnen we, uh, we halen eerst al onze items op, maar die zijn momenteel nog leeg. Uh, we moeten die dan nog gaan showen. Dat hebben we hier nog niet aangeroepen. Dan, als we een nieuw item toevoegen, of als we op uh, ons formulier submitten, dan gaan we enerzijds ja, die submit tegenhouden. We gaan de waarde uit ons, uh, uit ons inputveld halen. We gaan die toevoegen visueel. In onze, aan onze website, dat doen we dan hier, we appenden die aan onze list en dan gaan we die nieuwe item ook meegeven aan onze save functie en dat is dus onze fetch call en nu gaan we dus verder gaan in onze backend want ik zeg nu bijvoorbeeld als ik een nieuwe toevoeg, dan doe ik dus de fetch call naar onze server dus nu kan ik hier eigenlijk een log gaan doen van onze request en eens zien wat eruit komt. Nu, ja, ik kan het eerst laten zien. Goed, we gaan eens uh, een nieuwe item gaan toevoegen. Dus ik ga hier zeggen: Nieuw item, add. En dan kunnen we gaan zien bij deze pijltjes onder network um, dat is hier wel heel groot. Allee, ken ik kan hier niet. Kom aan. Wauw. Nergens kan ik dit groter maken. Of, huh? Jesus. Please, Chrome. Oké, okay, dus ik voeg hier uh, een item toe. En dan zien we hier: deze is onze uh, API call uh, we net hebben gedaan. Localhost: 3000/slash set item. En ik kan hier gaan zien, uh, ik kan hier informatie over gaan bekijken, preview, response. Uiteraard hebben we nog niks geschreven, dus dat gaat allemaal nog leeg zijn. We zien hier ook onze get items, eh, dat is onze vorige, uh, localhost get items. En we zien hier ook eh, onze preview, dat is ons object dat we ophalen. Dus hier kunnen we ook al onze API calls gaan uh, nakijken, wat er juist gebeurt. Dus goed, we zien hier in ons backend, we hebben hier uh, iets teruggekregen. Als ik console.log request doe, dan gaan we zien dat we hier een gigantische lijst terugkrijgen van allemaal informatie en uh, wat we allemaal met die request kunnen gaan doen. Nu, dat is niet handig om daar tussen te gaan zoeken. Dus ik ga jullie een tipje geven. Bekijk zeker altijd onze. Uh, Documentatie. Dus hier zien we wat we allemaal kunnen gaan gebruiken van onze request. We hebben hier verschillende um, zaken dat we kunnen gebruiken. En we gaan voornamelijk werken met onze body. Waarom onze body? Omdat we hier in onze applicatie aan onze body onze nieuw, nieuwe item meegeven. Dus we willen met onze body gaan werken, dat is eigenlijk wat we gaan doen. Dus als ik hier request bodies bekijk. Ah, dat is deze. Um, dan gaan we zien hier console. Console.log, request body. Dat zou normaal gewoon moeten werken. Dus dat gaan we dan ook gewoon doen. Uh, request body. En dan opnieuw een, een item proberen opslaan. Dus uh, test. Ik doe een add. Oké, okay, een set item gebeurt. Ik ga hier kijken. undefined. We zijn hier bezig met uh, JSON-files en als we JSON-files willen ontvangen in onze backend, dan moeten we eerst uh, zeggen tegen onze Express-server dat we hier gaan werken met JSON-files en JSON-files willen we gaan binnenhalen. Uh, we gaan hier dus nog een extra use uh, moeten gaan vermelden en we gaan hier dus gaan zeggen use Express. Ex Press.json. Wauw. Dat is onze, uh, onze belangrijkste R. Um, als ik nu nog eens ga opnieuw proberen versturen, uh, bal, dan zou er normaal gezien nu iets moeten gebeuren. Um, nu doet hij niks. Oh. Dat is een functie. Unexpected token B in JSON at position 0. Alright, zo. So, er is hier iets aan het binnenkomen, maar precies niet helemaal wat we willen. Oké, okay. um, dus. Een um, paar foutjes hier. Uh, eerst en vooral. Um, we moeten hier dus uh, een JSON object gaan doorsturen nu, deze object of hier had ik e eerst geen object um, dat moet dus een JSON object zijn, dat we omvormen naar een string met JSON.stringify en enkel op deze manier kunnen we data uh, als JSON gaan versturen naar onze server dus in onze server hebben we nu een console.log. En dan zien we dat we hier uh, nieuw item uh, test is. En test is eigenlijk hetgene waar ik heb getypt. Goed. Oké, okay, even een kleine struggle. Maar back on track. We gaan nu in onze server um, onze, onze nieuwe item uit ons object gaan halen. Onze onze vorige data ook en die eigenlijk gaan samenvoegen. Dus ik ga hier opnieuw eigenlijk eerst gaan zeggen: haal mijn database op, mijn db.json. In items wil ik een nieuwe item gaan steken. Dus ik ga zeggen data.items. Dat is een array, dus daarin wil ik een nieuwe item gaan pushen die nieuwe item dat gaat request .body .new item zijn, want new item heeft de waarde van ons nieuw item dat gaan we dus steken in onze in onze array in onze database, in deze array gaan we die dus gaan steken um, we hebben die dan geread, maar nu moeten we die nog gaan Write. Dus je gaat die eerst lezen. En je gaat ook schrijven. Dus we gaan die ook gaan moeten schrijven. Ik ga hier naar filesystem.write. Filesync um, gebruiken. En ik ga hier moet ik normaal gezien eerst een URL aan meegeven. En dan welke data dat ik daar, daarin wil zetten. We kunnen voor de zekerheid ook nog altijd even um, write file sync erbij halen write file sync ja dat is in deze um, maar hier staat niet ah jawel hier file hè, dus dat is de file en dan de data dus dat we moeten dat we in die file willen gaan zetten dus de uh, file is db.json en we willen daar kan meegeven onze nieuwe data constante new data is gelijk aan onze oude data plus ons nieuwe item. En die nieuwe data gaan we in onze JSON file gaan zetten. En dan kunnen we eventueel nog een response uh, geven. Status: uh, 200. 200 is gewoon uh, dat alles goed is verlopen. Uh, en dan uh, eventueel nog een JSON. Met uh, message is gelijk aan item saved, bijvoorbeeld. Dus nu zeggen we gewoon, oké, okay, er is hier een item opgeslagen. Dat gaan, we, dat gaan we doen. En we hebben hier eigenlijk geen error handling. Dat zouden we dus nog wel kunnen gaan schrijven van als dat niet lukt. Dan sturen we andere messages van, oké, okay, het item is niet opgeslagen. Er is iets misgelopen, bijvoorbeeld. Goed, als ik nu naar mijn app ga... Ik save een item, dan zou die nu in mijn database.json moeten komen. Dus als ik nu zeg: item, dan krijg ik hier al mijn antwoord: item saved, dus dat wil al zeggen dat dat uh, goed verlopen is. Dus dat is heel goed. Uh, we krijgen hier ook een status 200. Hè. We zien een status 200 dat dat gewoon staat voor: oké, okay. alles is goed verlopen. Een uh, 400 zou. Um, 404 zou bijvoorbeeld betekenen not found. Um, goed, dan gaan we uh, eens naar onze database gaan kijken. En ik heb hier 1 staan. Dus dat is uiteraard niet goed. We willen uh, een, een object daar hebben staan. Dus ik ga even deze terugzetten, even opslaan, want anders gaan we problemen krijgen. Um, voor De zekerheid, even dus ja. terug een lege array gaan opslaan. Push kunnen we dus niet gebruiken in uh, Node.js, duidelijk die functionaliteit die bestaat hier niet. Dus moeten we een alternatief gaan vinden voor push en dat is uh, deze methode. We gaan gewoon aan het einde van onze van onze array um, een item toevoegen. En in plaats van de push-functie doen exact hetzelfde, dus goed, Oké, okay. deze data die gaan we dan opslaan met Write File. Uh, en nu zou die normaal in onze JSON moeten komen, dus at last we have a working application. 1, 2, 3: Add set item item saved. Komt hier te staan. Hier hebben we in onze db object object nog staan. Oké, okay, dat is het laatste wat we echt nog moeten gaan doen. Hier gewoon nog een json.stringify ronde de haakjes. Uh, data meegeven. Dat um, is het laatste. 1, 2, 3. Add set item. Unexpected token. Allee, dat meen ik niet. Uh, ah ja, uiteraard, we moeten deze... Uh, we moeten deze... Dat ja, is gewoon een error hier in die JSON-file. Dat is het lastige, als je aan debuggen bent en je overwrite heel de je uh, correcte JSON-file. Als ik hier nu gewoon fouten in ga typen, uiteraard, als ik die ga ophalen, ik, ik read die hier, ik ga die gaan aanpassen, dan, dan blijf ik hier errors krijgen. Dat is wat ik de rest dus ook heel de tijd had. Uh, het moet dus een correcte JSON zijn, uh, anders gaan we geen zaken kunnen toevoegen. Dus oké, okay, nu voeg ik iets toe. We hebben hier set item, item saved. We gaan naar hier, database en we hebben hier onze items uitgehaald. Het enige wat ik hier nu nog wou in het begin is, uh, ik haal mijn items op. Vanaf dat ik mijn items ophaal, dan wil ik die ook showen. Dus ik hier moet ik nog een dis.show show function, callen en dat is het laatste. Dat zorgt er dus voor als ik nu ga refreshen, dat al mijn items uh, die ik ophaal uit mijn database hier ook worden getoond. Dus als ik hier nu test schrijf enter en ik refresh, dan ga ik zien get items heeft test erbij gekregen en we zien hier alles vanuit onze database dat JSON Ah wat een bevalling. Uh, een beetje zit zitten knoeien hier uh, met onze stringify. Even vergeten dat we dus geen push functie konden gebruiken in Node.js omdat dat uh, um, een ECMAScript um, feature is die waarschijnlijk uh, ja, het voilà, is dus een ECMAScript feature um, en ja die, die kunnen we dus gewoon niet gebruiken in, um, in Node.js dus moeten we daar uh, een andere manier voor vinden. Um, en ja, deze is het zo. Uh, um, met veel knoeien zijn we er uiteindelijk geraakt, um, en hebben we nu een applicatie waar we iets in een file kunnen opslaan. En die file he, die kunnen we dus uh, altijd lezen. Het maakt niet uit van waar uh, dat je die website ophaalt, als die server ergens online staat, die file staat erbij. Dan zal elke gebruiker uh, nu de, dezelfde to-do gaan zien. Uh, dat is natuurlijk niet wat we willen, we zouden hier. Bijvoorbeeld, nog een loginsysteem aan kunnen maken en zeggen vanaf dat die gebruiker is ingelogd en die, die logingegevens komen overeen, dan moet zijn lijstje getoond worden. Maar we hebben nu wel een heel basic voorbeeld van een database gemaakt. Um, die een, een db.json zou je nog kunnen omzetten heel makkelijk naar een echte database, bijvoorbeeld Mongoose. Ah, nee. MongoDB, uh, dat is een database gebaseerd op JSON uh, en daar kun je uh, heel makkelijk je JSON files gewoon naartoe sturen en opslaan. Ik hoop dat je veel hebt geleerd en uh, tot in de volgende video.